Hallo, ik ben Yvette van Colorful Day. En vandaag wil ik je laten zien hoe dat je een t-shirt in je art journal kunt gebruiken. Ik was vandaag mijn kast aan het opruimen, omdat ik allemaal lapjes stof in bewaar en oude kleren. En dit t-shirt had een leuk bloemenpatroontje, dus ik dacht, dat ga ik eens een keertje proberen. Om dat in mijn art journal te gebruiken. En omdat ik het er niet in wou naaien, omdat het nogal veel kleine puntjes heeft, ga ik het vandaag proberen om het gel medium erin vast te plakken. Dus eerste stap natuurlijk om de bloem mooi uit te knippen. Een beetje een priegelwerkje, maar zoals je ziet, uiteindelijk lukt het wel. En in je art journal hoeft het gelukkig ook niet zo heel precies te zijn, hè. Zo, nu dat de bloem is uitgeknipt, ga ik eerst verder werken aan de achtergrond. Zoals je ziet heeft het boek al een paarse achtergrond, dus ik ga er nog een beetje structuur in aanbrengen met een stencil en wat paarse acrylverf. Zoals je ziet hier breng ik de achtergrond, het paars van de achtergrond door de stencil ook wat terug in het wit van het papier waar dat de spreuk op staat, zodat dat een mooie overgang geeft. En verder doe ik ook de randen een beetje uitvagen met mijn sponsje, zodat het niet hele harde lijnen geeft. Dus dat het wat mooi overvloeit in de paarse achtergrond. Zo, tijd om de bloem erin vast te plakken. Ik gebruik hier gel medium. Ik doe eerst een klein laagje op het blad smeren, dan leg ik de bloem erop, zorg dat de blaadjes mooi recht liggen en dan doe ik er nog een laagje overheen, zodat het zeker goed vastplakt. Zo, tijd om de bloem eventjes te laten drogen en in de tussentijd kan ik verder werken aan de achtergrond. Ik ga hier het roze van de bloem terug laten komen op nog andere plaatsen van de achtergrond. En ik gebruik daarvoor hetzelfde stencil als het paars. En ik hier hetzelfde. De randen maak ik weer zacht, zodat er geen harde lijnen zijn. En ik laat ook het donkerpaars en het roze wat in elkaar overlopen. De derde kleur die ik ga gebruiken is wit en dit is een redelijk transparante witte verf. Ik verf hier met mijn vingers, maar je mag natuurlijk ook gewoon een penseel gebruiken. Dat is wat je jezelf het fijnst bij voelt. Ik heb normaal nogal de neiging om mijn pagina helemaal bomvol te zetten, dus dat wil ik nu zeker niet doen. Daarom nog een paar kleine details voor de afwijking en ik begin hier met witte cirkels te zetten. Het is een witte gelpen die ik gebruik en ik laat de cirkels die je ook in de stencil ziet nu weer terugkomen met de witte pen. Na de witte pen gebruik ik ook nog een roze pen en zo heb je ook weer een beetje verschillende diepte. De witte cirkels die komen meer naar voren en de roze cirkels lijken meer op de achtergrond te staan. En ook hier varieer ik in grootte van de cirkels om het wat speels te houden. En teken ik ook over de bloemen heen. En daar kun je hier zelfs een close-up van zien. Voilà, ik denk dat de pagina nu klaar is. Vond je het een leuk filmpje? Laat het me dan zeker eventjes weten en geef me een duimpje omhoog. Ben je benieuwd naar meer? Volg me dan op Facebook of op mijn website colorfulday.be. Have a colorful day!